Ik ga deze foto vager maken behalve het model, en daardoor komt er eigenlijk gewoon meer aandacht op een model wat ik wil. En dat ga ik doen met het filter Iris vervagen. En omdat ik een filter toe ga passen, ga ik eerst mijn laag omzetten naar een slim object door er met rechts op te klikken en te klikken voor omzetten in slim object. Je ziet dat de naam achtergrond verdwijnt en er komt ook een heel klein icoontje bij. En waarom heb ik dit nou gedaan? Omdat ik een filter toe ga passen wil ik dat eigenlijk gewoon niet meteen op de laag doen, maar heb ik liever dat dat altijd gewoon nog naderhand aan te passen is. En met een slim object hangt je filter eigenlijk een beetje los aan de laag. Je zal het straks wel zien en ik kom er nog een keer op terug. Tijd voor het filter. Het filter vind je hierboven bij filter en dan galerie vervagen en iris vervagen. En er opent zich een nieuw venster wat behoorlijk op Photoshop lijkt met daarin verschillende opties. Je hebt bijvoorbeeld bovenin de optie uh, Iris vervagen. Daar heb je de vervagingsbalk staan. En Als je die helemaal openzet, dan zie je wat er gebeurt. Er is veel vervaging. En een klein vakje om het uit- of aan te vinken. Ga je nu boven je cirkel staan, dan zie je verschillende dingen. Om te beginnen zie je in het midden een zwart bolletje met een witte rand en een wit puntje erin. En dit is gewoon het centerpunt. Ga je daarop staan en klik je, dan kun je het verplaatsen. En zo kun je het gewoon neerzetten waar je wil. Daarnet buiten daar bevindt zich een cirkel. Die is in dit geval voor nou, meer dan de helft gevuld. En als je daarop klikt en aan draait, dan kun je je vervagingsfactor bepalen. En je ziet ook dat het balkje rechtsbovenin gewoon meegaat. Nog verder naar buiten heb je vier kleine bolletjes. En deze vier kleine bolletjes bepalen waar jouw vervaging begint. Dus buiten deze bolletjes begint jouw vervaging. Daarbinnen gebeurt er helemaal niks en is het dus gewoon nog steeds scherp. En helemaal buiten heb je gewoon in dit geval de ellipse en daar is mijn vervaging 100%. En dat gebied tussen die ellipse en die vier kleine bolletjes, dat is dus een soort verder, uh, een soort verloop. Zet je ze ver uit elkaar en dus vrij dicht bij het middelpunt, dan heb je een hele egale vergelijking. En zet je ze heel dicht bij de rand, dan heb je een vrij harde overgang. Nou, ik laat ze zo even staan. Ook in de cirkel, in de ellipse, heb je verschillende dingen. Zo heb je een uh, klein ruitje. En dat ruitje dat kun je naar buiten trekken en dan krijg je eigenlijk gewoon meer ronde hoeken. En als je hem helemaal naar binnen trekt, krijg je gewoon je ovaal. Nou, dan kun je ook nog gewoon ergens willekeurig op de cirkel gaan staan om hem kleiner en groter te maken met de verhoudingen intact. En ga je op een van de puntjes staan, dan kun je hem draaien. Maar je kunt hem ook naar binnen en naar buiten maken en dan verandert de verhouding wel. Dus in dit geval ga ik gewoon ergens op mijn model staan en ik trek de ellipse naar iets wat ik wel aardig vind. Alleen het lijkt erop dat uh, de vervaging gewoon niet helemaal mooi is. Zeker niet op haar voorhoofd. En dat komt als je aan één van de bolletjes trekt, dan gaan ze alle vier mee. Maar dat is te voorkomen door de Alt ingedrukt te houden en aan één bolletje te slepen. En dan zie je dat dat bolletje gewoon los kan bewegen. En op die manier kun je toch gewoon een individuele controle houden. Nu is dit wel erg veel vervaging. Houd gewoon altijd lekker subtiel. Ik denk dat dit wel aardig is als ik het bijvoorbeeld uitzet of aan. Dan is dit iets wat ook nog gewoon uh, daadwerkelijk bij het fotograferen zou kunnen. En je klikt op OK en het filter wordt toegepast. Ik vertelde daar straks al dat we werken met een slim filter, omdat we een slim object hebben. En dat slimme filter, dat staat er dus gewoon onder. Je ziet hieronder staan Galerie Vervagen. Met een oogje. En als ik erop klik, dan is het filter gewoon uit of aan. En dubbel klik je op Galerie Vervagen, dan ga je terug naar het filter met alle inpassingen die je daar straks hebt gemaakt. En je kunt het bijvoorbeeld als ik het heel erg zet. en je klikt erop oké. Okay, dan zie je dat het gewoon weer is toegepast op je foto. En je dubbelklikt er weer op. en je maakt gewoon weer je aanpassing. En op die manier kun je dus gewoon filters toepassen. zonder dat je eigenlijk gewoon iets stuk maakt in de laag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!